K3, de eerste show zit erop, de grote première. Ja, Julia, voor jou was het waarschijnlijk een heel spannend moment. Ja, het was heel spannend. Maar ook wel iets waar we eigenlijk met z'n drieën de afgelopen maanden zo hard naar uit hebben gekeken. Omdat, ja, eigenlijk zouden we natuurlijk in het Sportpaleis staan voor het eerst. En we hebben echt enorm uitgekeken naar gewoon weer een volle zaal te hebben. En nu was dat dan voor mij mijn allereerste keer voor zo'n zaal. En ja, de energie die je terugkrijgt, dat is echt niet normaal. Ik ben heel blij dat we dit echt nog super lang gaan kunnen doen. En nu gewoon ook nog allemaal shows dit weekend überhaupt. Julia, wat is er fout gelopen? Wat heb jij fout gedaan? Oei, wat heb ik fout gedaan? Ik heb vast wel iets fout gedaan, maar ik heb deze show vooral heel erg genoten. Dus eigenlijk ben ik niet heel erg bezig geweest met gaat dit goed, gaat dit fout. Ik heb gewoon gedaan wat op dat moment goed voelde. Ja, Hanne, vertel jij het eens. Hoe goed heeft zij het gedaan? Julia doet het fantastisch. Ik denk dat mensen het heel hard onderschatten wat wij hier staan te doen. Ook omdat het er zo leuk en vrolijk uitziet allemaal. Maar ondertussen ben je rekening aan het houden met je plaatsingen op het podium. Dat is heel technisch, want de lampen staan ingesteld. En als je niet op je plek staat, dan heb je ook geen licht. Je moet juist zingen, je moet de choreo's doen. En momenteel is het zo nog het begin van een tour en dan is het nog heel veel nadenken. Maar Julia staat daar alsof ze dat al jaren doet. En ze is met alles heel snel mee. Ze geeft zich volledig. Dus het is echt waanzinnig dat ze dit kan. Marten, ik reken op jou dat jij iets strenger gaat zijn. Strenger? Nee. Ik kan alleen maar hetzelfde zeggen. Dat elke keer als ik opzij kijk, ja, het is gewoon alsof dat, ja, ze is gewoon geboren om op een podium te staan. En dat voelt ook gewoon, dat ze geniet. En je ziet, die kids hebben haar echt al in het hart gesloten. En ik denk dat dat toch een van de belangrijkste dingen is, dat je voelt aan het publiek, van we geloven erin, in die drie. En dat is iets dat wij ook gewoon heel hard voelen onderling. Ja. Hoe was het eigenlijk voor jullie om eindelijk weer op te treden? Want ook voor jullie was het heel lang geleden, hè? Ik vond het mega spannend. Ik heb het proberen inhouden, de eerste show, omdat ik dacht, ik ga niet tonen aan Julia dat ik minstens even zenuwachtig ben. Maar ik vond het heel spannend. Ja, omdat, ja, zo dat gevoel van, hoe is dat nu om terug zo die mensen te voelen en die interactie. En we hebben dat hier wel geoefend, maar zonder mensen in het publiek. En dat is totaal anders. Dus ja, ik vond het wel spannend. Spannend. Ook het repertoire was helemaal anders dan de vorige shows. Ook heel veel oude hits. En van ja, gaat dat aanslaan? Gaan de mensen die nog kennen? Maar ja, elk liedje vanaf de eerste noot hoorde ik aan het publiek dat ze het kenden. Dus dat was heel fijn.